Een hele goede middag. Ja, het is vandaag weer donderdag. Het is, even zien, de 16e augustus vandaag. En het is buiten niet zo lekker weer. Maar dat maakt niet uit. Ik wens jullie in eerste instantie allen een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Wat ik al zei, het is triest en het is fris, het miezerde. Ik ben zo al buiten geweest, maar er is niks aan. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ja, je moet even naar de kant, man. Ja, het is niet echt prettig weer. Ik heb wel de deur open, een stukje. Er zit een vlieg op mijn tafel. Ha! En we hebben gisteren tomaatjes zien kleuren, ja. Dus zodra die rijp zijn, laat ik jullie dat natuurlijk wel weer zien, ja. Chrissy die heeft het best aan het aansnoeien geweest, dus ja, allemaal weer goed. En dat, maar ja, het is zoals ik al zei, geen prettig weer. Maar ja, dan kan de pret niet drukken, die tijd ga je weer tegemoet, hè. En ja, ik moet er nog uit. Ik moet nog wat boodschapjes doen, et cetera. Ik kan visite verwachten. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik kan nog een paar mensen visite verwachten. De goudsmid met zijn vrouw. Ja, die komen dan op visite en gelijk het armbandje van Corrie weer terugbrengen. Want die was me te groot. Hou jij ze op, schat. Ja. Hoe lelijk van. Ja, je bent wel lief. Dus ja, ik heb een hoop te doen en ik ben nog met mijn lunch bezig. Ik denk dat ik zal jullie even pakken. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En ja, wees lief voor elkaar, zoals ik altijd al zeg. En geniet van alles wat jullie doen gaan. Nou, als ik de katten zo zie, krijg ik echt wel visite, ja. Want ze zitten elkaar uit, ze zitten allemaal te wassen. Tjongen, onder. Maar ja, oké, ik kan de pret niet drukken. Ik zie wel hoe mijn dag in ieder geval gaat verlopen. Ja, we merken het wel. Dat ik hoop dat ik er wel tussendoor even weg kan. En ja, anders hebben degene die komen per gekomen, moesten voor de gesloten deur te staan, ja. Yeah. Ze kunnen dan wel op het terras komen, maar verder niks. Nee. Dus, maar dan komt het goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doe leuke dingen. Zolang je nog vakantie hebt, ga je nog op vakantie. Doe ook leuke dingen. En tot later. Doei, doei. Het waait een beetje. Ja. Ik voelde wel wat spatjes. Het miezert een beetje. Maar dat vond ik niet erg. Het was wel even lekker. Maar ik moet er dus zo wel doorheen. Dus ik trek wel even een jas aan. En mijn neus die kriebelt. Want ik moet nog steeds naar Hals anders. Ben ik nog steeds niet geweest. Ik moet nog wat boodschapjes doen. Dus ja. En voor de rest zien we gewoon wat de dag ons brengen gaat. Ja, ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ook dat moet ik nog doen. Dus ik heb nog heel veel te doen. Dus zeg het, lieve vrienden. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. En tot straks. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Het is al laat. Tenminste laat, wat heel laat. Ja, hoe later op de avond is het schoner is het volk, zou ik zo zeggen. Nou, dat was het inderdaad. Ja. Ik kreeg geheel onverwachts bezoek van mijn lieve broer. Ja, dat ik was helemaal in mijn schik. Ik zat voor mijn pc. Met een plaatje bezig. Ik was een type en alles. Want ik moet weer een nieuw plaatje maken voor in de groep 50-plussers. Omdat ik gisteren een nieuwe... oh jee, ik raak helemaal door de war. Ha, ik ben helemaal van mijn propo. Ja. Ik ben beheerster. Ja, nou zeg, ik ben het kwijt. Ah, moderatrice. Ja, ik noem mijn dames moderatrice, geen moderator, want dat is mannelijk.
Dus krijg je moderatrice. Ik heb dus een nieuwe, ook een schat van een vrouw. Ja, we zijn al met z'n vijven in plaats van met z'n vieren. Dus de vijf heksen in plaats van vier heksen. Ja, we gaan gewoon door als heks. Simpel zat. Dus ja, dan moet ik toch weer nieuwe plaatjes van maken om nieuwe leden te verwelkomen. En ja, aan één plaatje, dat is maar alleen. En ik had er al drie. Dus ja, nou moet ik er nog twee bij maken. Dus, maar het komt allemaal goed. Ik was er mee bezig. Maar ja, toen krijg je in één onverwachte visite van je broer, die hier in Den Helder op vakantie is. Dus ja, hartstikke leuk. Ja, zijn vrouw die kwam niet mee, want die had ook een afspraak. Ja, die ging naar een gewiste oude vriendin van vroeger. Dus ja, ook dat moest ze even weer inhalen. Ook leuk, ja. Dus ja, ik ben al heel erg blij dat ik hem weer eventjes kon omhelzen. Want ja, ze wonen niet hier, ze wonen ergens somewhere in Friesland. Dus ja, en dan ben je toch blij dat je hem eventjes kan zien in zijn drukke bestaan. Want hij heeft het zo druk als een kleine baas. Ja. Ik heb net een bakje koffie klaargezet weer voor mezelf. Want hij is nog maar net weg. 10 minuten ongeveer nu. Ik heb even de boel gauw opgeruimd. En dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik kom straks met mijn mobiel nog wel even terug, want het is eigenlijk te donker voor deze. Om jullie wel rust te wensen. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden. Oh mijn hemel, ik schrik van de tijd. Het is in de ochtend en het is 3:58 en ik moet nog naar mijn bedje toe. Ik ben zo druk bezig geweest. Ik heb ook gisteravond, moet ik al iets zeggen. Want vandaag, wat voor dag is het vandaag? Mijn hemel. Ik ben helemaal kwijt. Het is de 17e. Wat voor dag? Weet ik ook niet. Even kijken of ik het links voor elkaar kan krijgen. Ik ben mijn muis kwijt. En daar is mijn muis. Even daar naartoe. Toe dan. Het is vandaag vrijdag, dus gisteren was het donderdag. Aha. Oké, nou ik heb gisteravond dus visite gehad. Ja, mijn broer die kwam met zijn hond langs. Heel gezellig. Ja, hé, hey, ook een goeie dag. Kwam je vrouwtje halen? Wat denk je? Waarom komt ze niet naar bed? Nou, vrouwtje aan het werk geweest op de pc, ja. Ja, dat ging eventjes allemaal door. Ja. Maar oké, lieve vrienden, dat ik zou zeggen, jullie slapen allemaal al om deze tijd. Of er moet net zo'n nachtbraker geweest zijn dan ik ben. Maar dat betwijfel ik. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nacht verder. Ja, en als jullie deze vlog zien, nou, veel kijkplezier dan maar, hè. Ik zou zeggen, toedeledokies. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is alweer vrijdag. De 17e, maar ik wens jullie als eerste een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. En het is inderdaad 17 augustus en het is 10:01. En ik krijg straks alweer visite. Ja, alweer. Weer mijn broer. Ja, weer mijn broer. Maar nou met een vrouw. Kijk, 3 kopjes staan al klaar. Schoon en wel. Kijk maar even met de hand afwassen. Want ja, ik heb nog niet genoeg voor in die vaatwasser. En om die vaatwasser dat te draaien, vind ik zo zonde. Hé? Ja, nou, wat jammer is het toch? Oh, goeie. Ja, dat, ik hoop dat het gezellig gaat worden. Ja. Mijn ketting hangen niet goed. Heb ik dat? Ja, dat heb ik. Die moet daar. Die moet daar. Zo, ja, mooi, hè? Deze zijn de 2 trouwringen van mijn ouders. Dat roosje komt van de stopdaspin af van mijn mannetje. Daar zit wat as in met een diamantje als dekseltje.
Ja, dus ja, dat is mijn heilig. En deze ook. Die heb ik vorig jaar van mijn schoonmoedertje gekregen op mijn verjaardag per post. En die heb ik even in laten kort, want dat was me veel te lang. En ook die wordt bewerkt. Ja, hoe en wat, ik weet het allemaal nog niet. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed. Ik moet enkel Karin lief aankijken, want die heeft daar in Den Haag wel zo'n winkeltje. Wij niet meer. Dus ja, we moeten even kijken. Maar mijn visite komt eruit. Dus zeg, tot later. Ja, lieve vrienden. De visite is weer weg. Ja, enkel mijn broer. Die laat de stoel wel staan hoor. Die ken ik weer op de plek zetten. En de kopjes, die ken ik opruimen. Maar het was al heel even gezellig, maar ze moesten nog weer naar wat anders toe. Naar de visafslag. Ja. Naar de visafslag. Dus ja, maar het was al even gezellig. Hartstikke leuk. Ik was blij dat mijn schoonzus erbij was. Dus ja. Helemaal top. En het is warm. Ja, ik zal even kijken hoeveel graden het is. Ja, hallo meneer, Jodokus, loop eens door. Hallo. Even bij oma Toon. Nou, in huis 23, dus dat valt nog mee. Buiten is het 20 op de vlakte. Maar bij de poort is het 26. Dus in de tuin ook. Ja. Dus dat is wel lekker warm. Maar het is prachtig mooi weer. Het is heerlijk. Dus ja, ik ga even de boel opruimen. En jeetje. Ik moest even wat een en ander opruimen. Dus ja, dan word je eventjes moe, eventjes buiten je apropos. Dan ga ik dit opruimen. En ik zou zeggen, hele fijne middag. Doei doei. Mijn lieftallig hondje. Hé, hey, kiekeboetjes, kiekeboetjes. Oh, wat gemeen hè, dat liggie. Ja, zo gemeen hè, dat liggie. Je oogjes te schijnen. Ja, oh goeie ding. Ik zal eens buiten kijken. Buiten wordt het donker. Ja, buiten wordt het heel erg donker. Ja, wat doe je eraan? Daar wordt het weer, loopt het weer richting tegen de herfst aan. Daarna de winter. En dan is het maar de vraag wat voor weer het gaat worden. En ik zie daar de maan staan. Ja. Ik zag een spiegelbeeld. Ik denk, oh, die moet aan deze kant staan. En daar staat hij dan. Oh, geweldig is dat. Ik zie nu zo met de maan eventjes staan. En ik zie strepen door de lucht. Van de vliegtuigen. Dus ja, het is dan nog wel druk, hè. Het is helder. Hadden we dat van de week nog maar gehad, dan hadden we de vallende sterren gezien. Ja, oeh, er loopt mijn meisje buiten. Dat doen we maar niet dicht doen. Ja, gespot. Ja, met je lichtjes in je oogjes. Kom. Kom. Ja, jij mag niet buiten gesloten worden. Je bent altijd zo snikkie. Hé, die is altijd zo snikkie. Ja. Stiekem tussen de benen doorglippen, hè? Ja nou. Hé, wijfie. Hoor. Oh ja, en nog commentaar ook dan. Oh ja, je commentaar. Hé, heb jij zo'n commentaar? Mauw. Is het zo? Hé? Is het zo? Ja, lieve vrienden, ik heb vandaag iets bijzonders gezien wat er in Leeuwarden aan de gang is, was. Tenminste, het was vandaag, maar morgen en zondag weer. Met reuzen. Ja, reuzenpoppen. Het zijn poppen, maar ze worden bestuurd door mensen met touwen en kranen en weet ik veel. En ze ademen.
de ogen gaan op en neer. En weet ik, waar is ze nou daar? Het beweegt allemaal alsof het echt is. En ze zijn oud zo groot. Ja. Het meisje is 6 meter en de vader is nog veel langer. Ja! En er schijnt er nog een oma te zijn, maar ja, die oma die is niet mee. De hond wel, maar wat de hond nou op het laatste weet ik niet. Hé? Ja, en dat was zo bijzonder mooi om dat te kunnen zien. Ja, daar heb ik van genoten. En dan ga ik zo meteen Facebook weer op. Hé, ja. Wat verdikkie. Hé, ja. Ja, doe maar. Oh, wat je... Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. Ik zit ook naar RTL 5 te kijken. Dus ja, en ik heb een bakje koffie. Komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. En trouwens, tot aan de andere kant van de nacht. Want ik kom niet meer naartoe. Doei, doei, welterusten.